Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Persona 3 Portable. Vandaag is het 5 september. Dat ging wel heel snel. Wat een fucking leugen is, want het is vandaag 8 december, maar oké. Okay. Het is een volle maan, dus we kunnen niks. Nice. Geen arcade voor jou. Ja, want ik ga nog zo vaak nog naar de arcade toe, hè. Nee, het is bostijd. En deze bos is raar. Is heel raar. Oh, ja? Ja. Wat dan? Er is eigenlijk niet zo heel veel speciaals. Het zijn nog steeds dezelfde bossen, alleen er gaat wat story overheen. Oh, what the fuck hoor ik nu? Nou, dat maakt hem eigenlijk heel raar. Want als ik het goed heb, is het één bos. Ja, het is gewoon één bos zelf. Dus je moet die gaan zoeken. Maar Junpei is weg. Nice. Geen bos met een Junpei. Nou, gelukkig, dit is ook geen bos waar Junpei... Opnieuw, alle Arcana bossen hebben geen grote weaknesses. Dus het zou wel humor zijn geweest van... Hey, dit is een bos met een fire weakness, maar Junpei is er niet. Niet heel fijn, maar we kunnen toch bijna alles vervullen. Maar ja, de arcana van vandaag is dus de Hermit. Oh, dat zijn toch meestal de nerds? Nou, meer de afzonderlingen. Dus ook niet best een nerd te zijn. Oh, zo kan ik het ook zien, ja. He's not home. Ja, dus... Ja, het interessante deze is van... Fokker kan iedereen vinden wanneer hij gekoppeld is aan de Arcana. Mm-hmm. Dus ze kan ons vinden, ze kan iedereen vinden. Maar Junpei kan ze niet vinden. Dus... Dat is wel heel frappant. Ja, maar denk ook naar... Bijvoorbeeld Strega kon ze ook niet vinden. Dus... Er is... Waarschijnlijk heeft Strega hem ontvoerd. Ja. Ze hebben waarschijnlijk iets wat dat signaal gewoon cancelt. Wat ze gebruikt om dingen op te sporen. Oh, dat is wel super handig dat ze dat doen. Nou, welkom in de winkel. We kunnen toch nog naar de arcade toe. Nee. Het is de Dark Owl, alles is toch kapot of dicht. De fontein is wel, ja, rood. Ja, iemand vond nodig om kassen erin te gooien. En niet de juiste kleur Cassis. Oh, ik wilde Kool-Aid gaan zeggen, maar... Ja, Cassis. Cassis is toch wat meer paars. Ja, Cassis is wat meer paars, maar er is ook wel... bepaalde Cassis die wat roder is. Oké, ja. Ja, oké, ik wil ook nog zeggen, het is Scarf van Sevitam, maar ja. Dat zou wel helemaal kloppen. Maar ik vind Kool-Aid wel leuker klinken. Ja, maar die is beetje punt. Kool-Aid. Dat heb je niet in Nederland. Maar wel in Amerika. En dit speelt. Oh nee, wacht. Dit. En misschien ook in Japan. Oké, dan kunnen we checken. Kool-Aid. Kool-Aid Japan. Ja, er is een Kool-Aid Kids in Japan. Maar over het algemeen is er meer een Japanse versie daarvan. Dus ja. Andere kleur? Nee, is ook gewoon rood. Nou, kijk eens aan. Het is gewoon Kool-Aid. Of Carva Sevitan. Nee, ze hebben vast geen Carva Sevitan in Japan. Maar wel iets wat erop lijkt. Weet wat? Ja. Eronder. De Arcana is alle elektriciteitskabels. Zes kabels? De elektriciteitskabels. Fuck. Dus ja, dat is handig. Oei. Het is Maria. Dat hoor ik in ieder geval. Ja, nou, het is Chidori, maar ja. We houden gewoon eens op dat Maria is. Ja, ik vind dat een toepasselijke naam. En dat onthoud ik makkelijker dan Chidori. Nee, eigenlijk interessant aan Junpei's sprite is nu... Het is echt wat meer lage kwaliteit dan wat voorheen is. Ja? Ja, zo lijkt het wel. Ik merk het niet echt. Lijkt meer alsof hij heel raar kijkt. Nee, dat sowieso, maar het lijkt op heel lage kwaliteit. Maar ja, Chidori dacht van, hey, ik ontvoer Junpei, dan kan hij orders geven.
ja, gijzeling noemen ze. Ja, zo van, ja, Junpei, jij was toch de leider? Ja, goede grap. Nah. Ja, nobody gives a fuck about Junpei. Nee. Maar, ja, dat is eigenlijk... een leuk ding is, in Persona 4 had je Rize. En je zei dat, mm-hmm. dat een van de optredens ooit was gestopt vanwege een power failure. Hé! Hey. Nou, ah. Dat speelde exact hier af. Omdat nu de power eigenlijk er niet is. Oh. Dus ja, dat is een hele rare easter egg die je waarschijnlijk nooit had kunnen vinden. Nope. Dat denk ik ook niet. Ik zou het vergeten. Dat sowieso. Ja, oh, vergeten. Of... gewoon simpele feit van, je let er niet op. Mm-hmm. Ik vind het leuk dat Shinjiro nu de Seas armband om heeft. Wat zei hij? Ja, Shinjiro zei van, nee, hij had een groot event moeten cancelen. Dus ja, die kan erachter komen. Shinjiro mensen zien de owner of Clus SPK te complain about the power outage. Dus ja, je hoort het wel. Maar ja, dan moet je net precies die dingen koppelen aan elkaar. Mm-hmm. Nou, gooi even Ken erin. Shinjiro... Vet. Had hij niet een bijl? Ja, hij had een bijl. Oké, okay, ja, dan ben ik het niet vergeten. Nice. Oké, okay, hebben we dat. We kunnen daar naartoe gaan als we dat willen. Nou, maar gaan we hier naartoe. Ik weet wat. Dat is toch de club? Ja. Oh. Daar staat Kana. En dit is Hermit. Ik had het op zich enigszins wel achtergezocht. Ja. Nou, Hermit, omgekeerde van de Hermit Arcane, is een persoon die niet op zichzelf kan zijn. Compleet geen fuck geeft over de maatschappij. En geen respect heeft voor anderen. Dus ja, eigenlijk het hele idee van... Oh, dat hij eigenlijk alle elektriciteit op zich op aan het nemen is. Mhm. Dus dit. En het eigenlijk het feit dat hij heel lang moet gaan chargen voor een bepaalde attack. Maar hij dan in die periode ook kwetsbaar is. Ah. Dus ja, het is opnieuw weer een goede symboliek van de character op zichzelf. Nou, heeft die Kenna ook een gun? Ja. Wauw. Ken zat vorige keer al in ons party, hè? Ja, maar ik ben het alweer vergeten. Het is alweer een week geleden. Mijn lange termijn geheugen is echt kut. En mijn korte ook. Of misschien is het een kleine detail. Dat kan ook. Oh, hij miste. Haha. Ja, niet dat heel veel uitmaakt. Maar ja, we kunnen nu... Nandi? Ja, we gaan Nandi. Je gaat naar wat? Nandi. Nandi? Nandi. Holy shit. Dat ben ik. Oh ja. Nee. Dat wil ik niet zijn. Je bent een koe. Nee. Met een hele mooie ability dat dit de kans van critical hits verhoogt. Dus dat betekent, we kunnen redelijk veel all out attacks doen. All out pummeling. Bam 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 bam. Ja, nee, dat loopt wel op, die 630. Oei. Ja. Maar je hebt ook attack buff, toch? Ik heb een attack buff, hij heeft een defense drop. Dus al met al... Zou dit makkelijk moeten gaan? Ja, het is ook geen super moeilijke boss. Want hij charged alleen maar. Mm-hmm. En wanneer hij die Giga Spark doet... Okay, deals heavy electric damage to all foes. Nou, gewoon protect die turn en dan... Ja, maar hier is een beetje het punt. Je kan ook hem tegen die tijd al lang wel neerhalen. Oh. Waar gaat zijn defense erop als je charged? Nee, zijn defense blijft hetzelfde. Okay, want anders was het wel een hele makkelijke geweest. Ja. Dus ik was nu even aan het kijken van, okay, wat heeft hier nu zin? Nou ja, gewoon weer Nandi, jongen. Die koe. Ja, maar Nandi is puur voor buffs. Okay, dus dan ga je voor de kill rush. De choo-choo lane. Cuckoo lane. Cuckoo lane. Lijkt me een choo-choo. Heb je ooit Fate Stay Night gezien? Nee, maar hij staat wel op mijn lijstje. Ja, Cuckoo Lane is, als ik het goed heb, de Iris Dork. Ja, de Iris Dork is in Fate Stay Night. Ja, dat,
Dat zegt me helemaal niks, maar oké. Is een keer iemand van Ierse mythologie. Die staat bekend als gewoon iemand die echt gewoon alles neerhaalde met zijn spear. Ah. En een hele interessante ability. Tenminste in Fate had. Over het herschrijven van causaliteit. En wat? Causaliteit. Oorzaak gevolg. Wat is dat? Oh. Dus stel nou. En dat werd uitgelegd in Fate. Ik raak je met mijn spear. En ik pierce jouw hart door. De oorzaak is. Ik raak je met de spear. Gevolg is. Jouw hart is. Gepierst. Ja. De ability draait het om. De oorzaak is dat jouw hart is gepierst. En het gevolg is dat ik jou heb gepierst met mijn spear. Maar wat verandert daar aan die situatie dan? Dat de oorzaak continu hetzelfde is. Dat ongeacht wat ik doe, ik jou altijd raak in jouw hart met mijn spear. Dus ook als je de spear de andere kant op... Ja. Oké. Maar moet hij dat dan eerst hebben gedaan voordat dat dan werkt? Of... Oh, hij kan het gewoon zeggen, oké, nu... What the fuck? Dan is hij toch onoverwinnelijk. Ja. Hier is de grap van Fate Stay Night. Lancers winnen nooit. Frappant. Want die ability is heel broken. Mm. Behalve tegen een bepaald aantal characters. Waar gebruikt hij tegen? Tegen de character waar het niet effectief tegen is. Oeps. Nou, dit moet hem wel de finisher zijn. Nee. Ze hebben nog gezien. Hij heeft redelijk veel HP hoor. Maar dan hebben we alle bosses. Het is gewoon, zijn gewoon allemaal HP-sponsors. Sterk. Dus mijn attack is naar beneden gegaan. Mijn critical hate is gereverd. Dus ik kan niet meer zo heel veel. En omdat Akiko de enige is die een beetje electric resistance heeft. Is het beste om nu maar gewoon te defenden. Hoi, Giga Spark. Ja. En hier is dus de grapje. Zo denk ik, oh, het is redelijk veel. Ja, het is ook redelijk veel. Maar ik heb defense en ik heb hele hoge redelijk hoge defense stats. En Akihiko is uit zichzelf al een electric user. Dus hij resist ook gewoon electricity heel goed. Is er ook nog een punt dat je ervoor kan zorgen dat hij die dingen absorbt? Dus electric attacks? Ja, kan. Electric drain. Maar dan kan het alleen op een AoE variant. Maar dan kan je niet voor zorgen dat hij de drain weghaalt van anderen. Nee. Dat bedoelde ik ook niet. Maar hoor. Absorb is wel een optie, ja. Want je hebt string, dus een resistance, weak, 0, dat gewoon niks doet, en je hebt drain. Mm. Dus als je het doet, dan neem je het ook op je. Ja, klopt. Nee, dat weet ik nog van Persona 5. Dat ging ik meestal voor, maar alleen moest je dat in je moveset zetten. Maar dat moet nu ook waarschijnlijk. En Kukulain is nu crap geworden. Oké, leuk. Is hij crap? Ja, wat eens in de zoveel tijd kan gebeuren, is dat de persona zelf een nieuwe ability leert. Ja. En dat het gewoon random kan zijn. Kan iets goed zijn, kan iets slecht zijn. Alleen hier gaat een goede medium piercing attack, wordt een resist passive. Ah, maar dat kiest hij randomly zelf. Kiest hij random zelf, ja. Ik kan ook negeren, maar vaak laat ik het gewoon doorlopen. Tenzij ik de move echt nodig heb. Nou, Kukulain is niet een van mijn laatste persona's. Dus het is zo van, laat maar. Oh. Maar het is wel zonde. Ik had het sowieso wel gestopt. Dat was die Jezus, toch? Nee, Medea is haar persona. Oh. Komen we de volgende keer achter. Hoe die in elkaar zit. Ah, oké. Is goed. En nu komt je door en dacht van, oh, jij bent niet te lijden? Oh. En het mooiste hieraan is van, ze is best verdrietig over het feit dat Junpei heeft gelogen. En dat is wel raar. Ze vindt niet leuk. Ze vindt niet leuk dat Junpei hierover heeft gelogen, maar ja, aan de andere kant. Het is maar Junpei. Mm-hmm. Oei.
Ja, stop. Auw. En weg is Ara Volker, ja. Ja, en nu kan ze niks meer. En nu kan ze haar persoon niet meer doen. En nu flipt ze helemaal eruit. Waarom komt... Ja, Itsuki is dom geweest. Ze zat de hele tijd in het gebouw en hoorde niet dat Chidori en Junpei op het dak waren. Maar wat doet die kerel nou daar? Itsuki zat gewoon hier. Was gewoon hier. Dit is de dormroom. Ah. Dit is de dormitory. Dit is gewoon een dak. I don't trust him. Ja. Ik ook niet, maar ja. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Shit. Ja, Medea is weg, dus zij is een stable. Frap. Ja. Maar en ja. De schaduw is klaar, dus. We zien jullie bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Tot later.